Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 20 december. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb het koud. Het is echt heel regenachtig buiten. Dus er is ook weer een stormopkomst, hoorde ik. Storm Pia zou morgen over het land razen. Maar het is nu vooral heel regenachtig en het maakt het gelijk koud. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Het is 8 graden, inderdaad zwaar bewolkt. Dus ja, dat merk je ook wel. De ramen zijn ook echt helemaal nat van de regen. Dat maakt het ook gelijk een stuk donkerder in huis. Gisteravond, ik heb Goede Tijden gekeken. Daarna heb ik gekeken naar De Winter Vol Liefde. Ik weet het niet hoor, of het wat wordt, jongens. Ja, je kunt er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen na 2 afleveringen, maar ik merk toch wel dat je gelijk een beetje een mening vormt van, oh, ik vind wat van die, of ik vind wat van dat. Ja, het is op zich wel leuk om naar te kijken, maar je moet gewoon even wennen, omdat het gewoon, ja, het lijkt natuurlijk wel heel erg op het concept van de B&B Vol Liefde, maar het is toch ietsjes anders. Ik heb op zich wel lekker geslapen. Gelukkig trok gisteren het relaxen de misselijkheid wel weg. Nou, ik heb gewoon een beetje veel stress deze week, omdat ik gewoon nog best wel veel moet doen. Maar ik ga gewoon vandaag wel heel veel proberen te doen. Ik heb ook nog even gisteravond een spelletje gedaan. En toen heb ik de vlog afgemaakt. Die is ook al opgeslagen. Dat is goed gegaan, gelukkig. Ik heb mijn foto's bewerkt, dus dat is ook goed gegaan. Ik heb al een heel groot deel voor het artikel van vrijdag geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Waar je nu steeds beter het verhaal van begint te begrijpen. Ik vind de eerste aflevering wordt je heel erg in diepe gegooid, omdat je het niet direct snapt. En nu snap je het gelijk een stuk beter nu je verder komt. Dus dat is wel fijn. Daarna heb ik nog even CSI gekeken. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat je geen andere CSI seizoenen kan kijken. Ik weet bijvoorbeeld dat RTL Crime die zendt het uit. Maar die zijn inmiddels bij seizoen 15. En ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Want dan wil je ook vanaf seizoen 1 kijken. Omdat je dan gewoon echt de personages wil leren kennen. En het verhaal, ja, het verhaal, meestal zijn de verhalen anders. Omdat er elke keer natuurlijk wat anders gebeurt. Maar nou ja, goed, dat. Toen heb ik mijn boek nog even gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Nu ga ik zometeen eventjes mijn woonkamer lekker doen. Ik moet daarna de kerstcadeautjes inpakken. Ik moet even nog wat dingen klaarmaken. Ik moet even een handwasje doen, want ik heb ook een outfit voor vrijdag. Die moet even uitgewassen worden die ik aan wil. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik zal jullie straks in ieder geval even de cadeautjes laten zien die ik ga geven met kerst. En dan zal ik ook eventjes jullie meenemen met het inpakken. En ik wil eigenlijk gewoon nog even wat dingen doen. Dus ik ga gewoon even kijken hoe ver ik kom. Ik ga nu eerst gewoon eventjes lekker dat handwasje aanzetten en een muziekje aan. En dan ga ik eventjes aan de gang. Dus dat is voor nu eigenlijk de planning. Oké, de kerstcadeautjes. Voor lente heb ik klei van Minnie Mouse. Ja, het is gewoon klei. Er staat dus Minnie Mouse op de potjes. Ze is helemaal fan van klei. Dus die heb ik voor haar gekocht. Voor Natie heb ik deze anti-slip standaard. Voor op haar nieuwe bureau eventueel als ze dat wil. Op de telefoon. Voor Frank een geurtje. Voor mijn moeder heb ik dit hedgehog setje. Het is Hugo Hedgehog. Heel leuk. Met een egel en een bakje. Zij is helemaal fan van egels. Dus leuk voor ontbijt. Voor mijn vader moest ik nog even een gewoon cadeautje hebben. Dus ik heb zo'n cleansing brush gehaald. En van die zo'n AirPod case. En voor Yara heb ik dus dit hele leuke teddy shirtje. Voor Yara hadden ze niet echt speelgoed. Dus ik heb een shirtje gedaan. Maatje. Even kijken hoor. Zonder dat de prijs gelijk in beeld komt. Ik heb maatje 74 gekocht. Lekker met van die knoopjes aan de zijkant. Yara is ook wel een kindje met die het wel snel koud is. Dat lekker teddy. Dus dit ga ik nu mooi eventjes inpakken.
ingepakt. Ik moet alleen nog even wat voor mijn vader en zijn vriendin inpakken. Voor mijn moeder heb ik maar iets wat breekbaar is. Die van Yara laat los. Die moet ik nog even vastplakken. Maar dat kan ik van het weekend nog even inpakken. Die tweede kerstdag nog. Dus ik heb daar al wel papier liggen. Maar ik ga even die van Yara nog vastplakken. Dan is het verder goed ingepakt. Vakje 20 is aan de beurt. Vakje 20. Hier zo, een kleintje. Heel benieuwd wat daar in zit. Ja, als je het eruit krijgt, is het hartstikke leuk. Oh! Het is een brow-styling wax. Hoe leuk. Ook echt helemaal zo in die verpakking, die kerstverpakking. Het is gewoon altijd heel handig, want het is gewoon zo'n wax. Er zit niet heel veel in, dat moet ik wel zeggen. Kijk, dit is de inhoud, maar goed, dat maakt niet uit. Hoeveel zit er dan in? 6 gram, ja, dat is nooit zo heel veel. Maar wel superleuk. Zo, even een beetje uitgezoomd. Het huis is schoon, dat is wel heel fijn. Ik wil alleen even wat tussendoor. Nathalie, die belt even tussendoor. Nou, dat is nooit een probleem, want dan kan ik ondertussen, terwijl ik praat, gewoon eventjes verder met schoonmaken. En aan de hand daarvan moest ik eigenlijk eventjes een telefoontje doen. Maar ik kreeg niet te pakken waar ik heen moest bellen. Dus het was allemaal een beetje drama. Dus ja, dat nam weer wat tijd in beslag omdat je aan die telefoon hangt. Maar ja, op een gegeven moment ga je ophangen. Want het kost je natuurlijk best wel... Ik weet niet of het een normaal nummer was. Of ik heb wel gratis bellen, maar ik weet niet of dat dit daaronder viel. Maar goed. Dus ik heb eigenlijk alleen maar de cadeautjes ingepakt. Dus ik had even wat meer willen doen. Maar goed, dat komt dan morgen wel. Maar die staan in ieder geval klaar. Dus dat is wel fijn. Ik vind het echt leuk papier hoor. Van de Zeeman. Goed dik ook. Moest ik even wennen. Want ze hebben dan tegenwoordig ook rolletjes zeg maar. Die zijn dan... Er zit geen plastic meer omheen. Ik had er nu toevallig een die ook wel plastic had. Maar er zit ook veel minder op. Maar goed, het is allemaal gelukt. Dus dat is fijn. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Het regent nog steeds. Het was ook snel donker. Dus ik heb lekker de lampjes aangedaan. Kartjes hebben net lekker gegeten. Ik heb het handwasje klaar. Die moet ik nog even ophangen. Dan hoop ik dat deze was klaar is. Droog is, dan kan ik die even opvouwen. Dan kan ik die morgen nog even naar boven doen. Ga ik vanavond even mijn nagels bijwerken. Want ze zijn heel lelijk. En ik wil morgen 2 video's opnemen. Dus dan wil ik altijd wel even met nette nagels doen. Dus dat. Ik ga morgen nog boontje eten. Die wil ik vanavond nog eventjes afhalen. Dan ga ik na het relaxen straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer Goede Tijden. En daarna bij Winter Vol Liefde nog wel even een spelletje doen. Ga ik mijn blogpost schrijven. Dan ga ik ook verder met het artikel voor vrijdag. Zodat ik morgen alleen nog foto's hoef in te plannen. De vlog even inplannen. Ik hoef er alleen nog een thumbnail voor te maken. Ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. En daarna weer met CSI. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt het ook. Dus verder niet heel veel bijzonders. En dan gaan we het morgen wel zien met de storm. Dus dan komen er toch even wat dingen tussendoor. En dat kan mijn brein soms even niet aan. Maar het is allemaal goed gekomen. En het was ook fijn dat Nathalie even belde waar ze over belde. Maar dat ga ik verder. Dat hou ik eventjes brief. Dat is verder niet zo. Maar ja. Het is ook altijd belangrijk om daar tijd voor vrij te maken. Om even met elkaar te kunnen praten. Of dat nou telefonisch is of via app of wat dan ook. Goed, ik ga nu in ieder geval dus lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want nu ga ik gewoon niet zo heel veel meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 21 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb weer last van een licht hoesje. Het is onwijs aan het waaien. Storm Pia volgens mij hebben we dit keer. En je merkt gewoon eigenlijk dat het vooral heel hard waait. Mijn kliko's waren ook wat verschoven. Gelukkig dat er dan afval in zit dat hij niet gelijk omvalt. Maar ik heb last van een trillend been omdat ik het koud heb. Ik heb wel lekker heel erg lekker warm die jurk aan van de Action. Die kan ik wel eventjes aan jullie laten zien. Voor de mensen die het leuk vinden om te zien hoe die dan valt. Ja, de stofzuiger staat hier inmiddels ook. Maar die valt dus zo. Dus ik vind hem er zelf wel heel leuk uitzien. En hij zit eigenlijk gewoon heerlijk warm. Ik denk dat dat het voornaamste is. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden. En daarna weer Winter Vol Liefde. Ik vind het altijd heel lastig om... Eigenlijk na een paar keer wat over te zeggen. Heb ik natuurlijk de afgelopen dagen al wel gedaan. Maar ik zie de matches nog niet echt. Maar goed, als je dat kan denk ik ook nog niet gelijk bij de eerste kandidaat. Er ging er al eentje weg. Die had heimwee. Ja, naar haar zoon. Ja, als je een zoon hebt snap ik dat dat heel lastig is. Vooral als je altijd samen bent.
ja, misschien had je dan beter niet mee kunnen doen. En, maar het is op zich wel vermakelijk om naar te kijken. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Toen kwam ik erachter dat de vlog weer vastliep bij een bepaald punt. Dus die heb ik uiteindelijk weer één keer opnieuw moeten opslaan. Toen ging het wel goed. Dus toen heb ik die ingepland, thumbnail erbij. Dat ging gelukkig uiteindelijk dus allemaal prima. De blogpost is online gekomen. Toen ben ik nog even verder gaan het artikel voor vrijdag. Ik hoop dat ik hem vanavond even afkrijg. Toen ben ik een Netflix-serie gaan kijken en daarna nog even zie je zijn. Toen ben ik nog even mijn boek gaan lezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Want ja, ik merkte ook wel dat ik een beetje moe was. Nog een kerstkaartje binnengekregen. Deze van mijn oom en tante. Die stond eigenlijk dinsdag al in de app van PostNL. Maar ik kwam maar niet. Maar uiteindelijk zat hij er vandaag in. Dus dat. Ik ga zo meteen 2 video's opnemen. Dan ga ik eventjes alle spullen klaarmaken voor morgen. Want morgen ben ik dus weg. Ik ga morgen al vrij op tijd de deur uit. Dan ga ik weer bij het huis van mijn opa helpen met mijn spullen en wat andere dingen. En s'avonds gaan we uit eten, zeg maar, met z'n allen. Een beetje voor de kerst ook. Dus eigenlijk ga ik dat morgen doen. Dus ik denk dat ik morgen ook wel moe ben. Maar goed, dan moet ik nog even wat dingen voor klaarleggen en zo. Dus dat komt wel goed. Dus ja, ik ga nu eerst gewoon eventjes stofzuigen en zo. En dan ga ik de video's opnemen. En ik heb nog een kerstshow bezocht. Een poosje terug met mijn coach. En ik ga jullie die beelden nog eventjes laten zien. Want dat is nog wel even leuk om naar te kijken. Want verder kan ik, ja, wat ik allemaal ga doen is toch niet echt heel interessant. Ik dacht dat is misschien wel even leuk om te laten zien. Dus ga ik eventjes gauw aan de gang. En dan kunnen jullie even naar de kerstbeelden kijken. Thank you.
tijd voor vakje 21. En 21 zit hier. Er staat beauty bij. Dus die ga ik even openen. Hey, kijk. Een herbruikbare remover petje. Super leuk. Vind ik altijd super handig. Ja, heel leuk. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Het regent inmiddels echt keihard hier, maar ik vind het wel gezellig met die wind erbij. Ik heb 2 video's op kunnen nemen. Ik heb zelfs nog even diamond painting kunnen doen. Ik heb alle spullen erbij gepakt die ik morgen mee moet nemen. Ik moet nog even wat de cadeautjes zo erbij doen, maar dat komt allemaal goed. Dat doe ik straks eventjes. Dus ja, het is allemaal wel fijn dat het allemaal nu gelukt is. Dus ja, ik ben wel tevreden wat ik nu allemaal weer heb kunnen doen. Dus dat is altijd wel fijn. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon in goede tijden en... Witte vol liefde. Dan ga ik daarna even nog even een spelletje doen. Dan ga ik gauw mijn blogpost afmaken en de serie kijken. En dan ga ik ook naar bed toe nog even lezen. Want de wekker gaat morgen vrij vroeg. Dus dan ga ik gauw slapen. Dus dat wordt eigenlijk verder de avond. Dus niet heel spectaculair. En dan morgen... een drukke dag, maar dat komt ook wel weer goed. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even de camera aan de oplader leggen en dat soort dingen. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag, het is 22 december. Het is al 8:15 uur opgehaald. Volgens mij is de vriendin van mijn vader al. Ik ga zo even wat drinken, want ik heb nog niks op. Ik ga Koos make-up loos de deur uit, want volgens mij komt ze er aan. Ik ga showen. Ik denk dat ik jullie later even bijpraat. Zo, container 2 is gevuld. De tweede container, we hebben hem net helemaal volgesjouwd. Wordt straks nog opgehaald, dus korretje is leeg. Kijk, helemaal netjes leeg gemaakt, dus nou, helemaal top zo. Dat zou wel wat. Wow! Oh, dat is een wake-up. Een hoesje. Een hoesje. En daarmee kun je schoonmaken. Oh, oké. Want er blijft best wel veel oorsmeer aan zitten. Zo, daar was ik weer. Het was vanmorgen even een heel raar einde. Ik heb jullie daarna meegenomen naar mijn opa en een stukje het restaurant in. En nou ja, goed. Ik zat eigenlijk nog in mijn verhaal. Toen moest ik natuurlijk onverwachts al weg. Ik zal het even afmaken. Ik heb gisteravond heb ik naar Ajax gekeken. Dat was echt om te huilen. En ik heb gewoon de Winter vol Liefde gekeken. Goede tijden. Ik heb mijn blogpost voor zoveel mogelijk afgekregen. Die kan ik zo meteen gewoon nog even afmaken. Die is echt klaar. Dan kan die online. Dan kan ik nog even de video in elkaar zetten. En nou ja, goed. Ik heb dus mijn Netflix-serie gekeken en CSI. Dus dat was het ook. Toen ben ik naar bed gegaan om te slapen. Maar ik had best wel slecht geslapen. Want ik moest dus elke keer werd ik wakker en dat soort dingen. Dat was heel vervelend. Maar goed, nu ben ik dus thuis. Ik heb echt heerlijk gegeten. Het was wel heel gezellig met z'n allen.
was nog nooit bij dit restaurant geweest, maar het was echt heel erg lekker. Heerlijke, gewoon ook het eten zelf ook. En ook de ijzen en zo, echt allemaal super lekker. Dus dat was echt, ja... Oh, er gaat iets niet helemaal goed, dan moet ik eventjes heen lopen. Oh, oh, oh. Wat heb jij gedaan? Ik ga de dingen even dicht doen. Maar het was echt allemaal heel erg lekker. Ja, ik was vanmiddag gewoon al heel druk geweest. Bij mijn opa heb ik twee containers heb ik helpen vullen. Ik heb mijn eigen spullen nog opgeruimd. Hout weggereden met een hele oude, zware car, zeg maar. Maar het ging eigenlijk allemaal prima. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb ook echt 5605 stappen gezet vandaag. Ik vond het wel heel prima. Dus toen, toen zijn we rond een uurtje of 3:15 denk ik daar weggegaan. Ze zouden de container komen ophalen, maar we hadden om 12:00 al gebeld. Maar we hebben de hele dag storing gehad van de Odido. Maar het bleek dus toch uiteindelijk landelijk te zijn. Want mijn moeder die heeft dus ook geprobeerd te appen. En die had dus vanochtend al een appje gestuurd. Die is al niet meer bij mij aangekomen. Toen zei ze van, even testen of het doet. Nou, deed het dus niet. Volgens mij rond 3:00 of zo vanmiddag hadden we weer internet. En konden we ook weer echt normaal bellen. Dus goed, dat gedaan. Toen zijn we ook weer weggegaan. Toen heb ik me op mijn gemak opgemaakt, omgekleed. Vroeg ik jou wat? Nee. Maar goed, dus dat. Ik ga nog eventjes een vakje openmaken. En dan ga ik zo eventjes lekker onder de douche. Maar ik zal eerst even de kalender pakken. Vakje 22. Ja jongens, bijna gedaan. Vakje 22 zit hier met een spiegeltje. Auw. Weer mijn vinger helemaal zeer natuurlijk. En het is een cream highlighter. Super leuk. Gouden kleurtje. Ik vind hem er goud uitzien. Staat volgens mij niet echt een naam op. Nou ja, super leuk. Goed, ik ga nu in ieder geval lekker onder de douche. Het is 10:30. Ik ga even gauw douchen, want ik voel me echt heel vies. Ik heb natuurlijk veel gedaan. Dus ik ga nu lekker douchen. Ga ik mijn blogpost afmaken, mijn video in elkaar zetten. En dan ga ik nog even Netflix-serie kijken en Sleepers. En dan ga ik lekker even mijn boek lezen. En dan ga ik echt lekker naar bed toe. Want ik ben geestelijk niet echt moe, maar lichamelijk meer. Ik heb hele zere voeten en dat soort dingen. Ik heb ook wel vanavond op mijn hakken gelopen, maar... Ja, gewoon veel gelopen vandaag. Maar goed, dat is voor nu dan in ieder geval de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu echt even lekker douchen en dan mijn dingen doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemorgen op deze zaterdag. Het is vandaag 23 december. Ik ga me even klaarmaken, want ik moet zo nog even weg met Nathalie. En die komt mij straks ophalen. Dus zij belde eventjes. Met de telefoon van mijn moeder. Mijn moeder die zei al, als ze me niet denkt dat dat mijn oma is. En de eerste gedachte was, oh chips, er is toch niks met oma. Ik nam echt zo heel voorzichtig op. En toen zei ze dat, ik zeg, ja, dacht ik zeker wel dat dat aan de hand was, zeg maar. Maar dat was gelukkig dus niet. Ik zit even de make-up uit mijn koffer te vissen. Want, ik had het gisteren allemaal meegenomen. Omdat ik natuurlijk eerst ging klussen. Dus ik dacht, ja, het heeft niet zoveel zin om dan met een vol make-up gezicht daarheen te gaan. Want dan ben ik het allemaal kwijt. Dat is maar goed ook, want het regende best wel. Dus ik ben best wel een beetje nat geworden. Maar zoals je aan mijn stem kunt horen, klink ik ook niet helemaal lekker. Ik had gisteren al behoorlijk last van mijn keel. Het begon donderdagavond. Dan weer begon te hoesten en alles. En dat heeft een beetje doorgetrokken. Maar goed, dat is eventjes niet anders. Ik krijg nu een appje binnen, dus ik moet het wel eventjes... Oh, top. Nathalie app dat ze nu gaan rijden. Dus dan weet ik dat. Goed, een beetje last van mijn keel dus. Maar goed, dat komt alweer goed. Het is eventjes niet anders. Nou, toen ik gisteravond thuis kwam... Na het douchen, toen heb ik de video in elkaar gezet. Die blogpost heb ik er niet meer omheen gekregen. Dat maak ik vanavond even af. Ik was ook best wel moe.
En ik heb de video afgemaakt wat al best wel een beetje een dingetje was. Het taartje die was cross. Dus die was ook heel erg aan miauwen en aan doen. En dat heeft vannacht ook een beetje doorgehaald. Die heeft wel een pilletje gehad. Maar ja, die was best wel aanwezig, zeg maar. Maar ja, goed, daar doe je niet heel veel aan. Toen heb ik een Netflix-serie uitgekeken. En ik ben ondertussen even aan het bukken om mijn concealer te vinden. Maar die heb ik nog niet gevonden, dus ik moet even mijn bril pakken. Het is een beetje een rommelige opening vandaag, maar ja, het is even wat het is. Heb ik hem er al uitgehaald misschien, want oh, hij ligt hier. Nou ja, Netflix-serie uitgekeken. Ja, heel veel mensen zeiden, het wordt niet echt duidelijk het einde, maar ja, echt de strafeis werd inderdaad niet helemaal duidelijk. Maar dat had ik inmiddels toch even op internet opgezocht, omdat ik het toch even wilde weten hoe en wat. Dus nou ja, prima. En nou ja, toen ben ik nog even sleepers gaan kijken. Toen ben ik ook eigenlijk nog heel even het boek gaan lezen, maar ik was zo moe. Toen ben ik eigenlijk gaan slapen. En nou ja, prima verder. En ik had de wekker al gezet rond 11 uur, want na het is gisteren, het wordt denk ik tussen 12 en 1. Frank die moest eigenlijk nog even cadeautjes kopen. Maar ze waren iets langer bij mijn moeder gebleven, want ze zijn dus gisteren vanuit het eten zijn ze naar mijn moeder gegaan en daar blijven slapen, omdat die op jaren had gepast. En nou ja, prima, toen hebben ze dat zo gedaan. Dus vandaar dat ze ook bij mijn moeder vandaan dus belde. Maar dat was verder eigenlijk allemaal wel prima. Dus ik ga me nu even klaarmaken. En dan moet ik vanmiddag nog even de slaapkamer doen. Maar het duurt nog wel even voor ze zijn. Ik denk dat ik zometeen gewoon nog vast een beginnetje maak met de schoonmaak. Dat maakt niks uit, weet je. Dan, als ik dan weg moet, dan kan ik er ook af. Want ik ben verder toch wel klaar dan. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu eventjes wat ik ga doen. We gaan eventjes samen een oliebolletje eten. Dus misschien dat ik dat nog wel even laat zien. Ik denk dat jullie vanmiddag gewoon even meenemen met het doel van de slaapkamer. Ik heb nog wel twee kerstkaarten gekregen. Die zal ik straks ook nog even laten zien. Die heb ik al wel even opgehangen. En ja, het huis is verder ook gewoon een beetje een ben. Omdat ik gisteren gewoon best wel op tijd ben weggegaan. Dus het voelt nu een beetje als een troep. En dat komt wel weer goed hoor. Ik bedoel, dat is ook niet het grootste probleem. Maar ja, ik wil het altijd een beetje aan kant hebben. Maar ja, omdat ik nu natuurlijk ook weer niet helemaal fit ben. Maar dat komt wel goed. Ik ga mezelf eventjes verder klaarmaken. Dus ik denk dat ik jullie nog wel even meeneem met Nathalie straks. En dan kunnen jullie haar ook nog eventjes zien. En dan gaan we dat eventjes doen. Dus ja, ik zie jullie later weer. Zo, inmiddels zit ik gezellig in de auto bij Nathalie. Hallo. En zijn we dus even onderweg naar de stad. Sorry. Was je moe? Ik ben heel moe. Ja, ja, ik heb het graag. Je hebt wel je leuke kerstring om, zie ik. Ja. Ja, was gisteravond had je ook al je kerstoorbelletjes in en zo. Ik had het niet gedaan. En ja, we zijn nu onderweg. En we hebben al zin in de oliebol, hè? Ja, ik heb echt trek. Ja, dat snap maar ik wel. Maar ik heb ook zin echt nog even iets anders eten, want ik heb honger. Nou, dan moeten we iets scoren. Ja. Ik heb nu iets scoren. Zoiets zal het wel worden. Nou ja, goed, dat gaan we dus doen. En ja, jij moet eigenlijk een cadeautje voor Frank. Ja, en een babyfoon. En een babyfoon. Dus nou, we gaan nog even samen gezellig op pad. En als we oliebol gaan eten, gaan we het zeker laten zien. Want waarschijnlijk worden we sneeuw poffertjes. Wil jij met of zonder krent? Met. En ik zonder, want ik hou niet van krenten. Dus met een krent genoeg voor jezelf, als je. Sorry, een koppertje. Kak, kan ik beter zo een, Ik weet het niet, meid. Ik ken de weg niet. Ga je het proberen? Nou, we proberen het gewoon. Dus, oh ja, we moeten energy scoren. Ja. Ja. Dus, nou, ik neem jullie nog wel even mee. Dus, ja. Wat gaan wij nu gezellig doen? En Nathalie gaat nu rijden. Dus, tot later. Nee, neem jij maar een hap. Lekker, hè? Top.
Oké, wij zijn inmiddels weer op de terugweg. En we hebben even een lekker blikje, want we hadden weer een beetje dorst gekregen. Maar zijn we van gisteren. Ja, dat ook. Dat klopt sowieso. Maar we hebben wel lekker onze oliebol. Moet je ook kijken hoe die lippen van mij eruit zien. Verschrikkelijk. En ja, we hebben besloten dat we hem toch de Tom Poesbol noemen. En niet meer Poesbol. We vinden het zo raar. Ja, het is echt heel fout. Ja. Hij was wel lekker, maar die bij de andere kraam was nog net beter. Oké. Hier zat... Ik dat was wel prijsverschil, toch? Ja, maar in deze oliebol zat geen suiker. Die was zeg maar suikerloos. Dat is toch gek. Ja. Nou ja, goed. We hebben nu in ieder geval even weer wat om op krachten te komen. En... Eigenlijk heel triest. Ja, eigenlijk alsof we van die zwakke baby's zijn. Ja, maar we zijn... Ja, maar... Ja. Ik ben gisteren heel druk geweest. Jij bent heel druk geweest. Dus... Ja, ik heb de vloer uitgesloten. Dus ja. Dus ja, we hebben het gewoon even... Dus we gaan hier even lekker van genieten. Wil je nog dag zeggen? Dag! Doei! Even kijken, huiskindertjes. Laat zien wat ik uit de stad heb meegenomen. Ik ben even bij Primark geweest. Daar heb ik deze pyjama gekocht van Barbie. Die vond ik echt super leuk. Dat is wel wat groot. Het is een emmetje. Ze hadden geen S, anders kreeg je 2x XS. Ik denk dat dat net knap zat was. Dat is deze. Ik heb ook van die fluffy sokken van Barbie gekocht. En ik heb bij de... Oh nee, dit is wel een... Oh nee, het is wel een S'je. Ik wou XS hebben. Ik heb een S'je gekocht van Pyjama. Dat is 38,40. Zo zat het. Dan kwam ik bij de Kruidvat al de chili vanille tegen. Ze hadden niet alles meer. Dus ik hou het gewoon even in de gaten of ik moet dat bijbestellen of wat. Maar ik heb hier in ieder geval alvast het lipmasker. Dus die, het andere wat ik nog wil, dat komt nog wel. Dit is de under eye cream. Ik moet alles wegzetten, want taagjes momenteel echt alles aan het onderplassen. Dan heb ik hier de lippenbalsem. Dan heb ik hier nog... de oogschaduw. En het laatste, wat, en ze hebben dan nog wat. Dat is de lipglaze, maar ze hebben dus ook nog zo'n lightstick. Maar die hadden ze al niet meer, die was al uitverkocht. Dus dat is dat. Ik ga even de adventkalender erbij pakken, zodat we... een vakje kunnen openmaken. Dan zal ik hier even bij praten, want het gaat even allemaal niet zoals ik het wil. Tijd om vakje 23 open te maken. En het ene laatste vakje alweer. Dus deze, Festive, staat erbij. Die ga ik openmaken. Gaat hier al helemaal niet meer. Ik moet ook zeggen, ik vind het echt heel erg moeilijk. Er zit iets in. Ah, het is een heel klein oogschaduwkwastje. Kijk, superleuk. Dus die. Zo, ik ben op, jongens. Ik ben echt helemaal op. Ik heb een klein deel van de slaapkamer schoon. Ik ben nog niet eens op de helft, maar ik kon niet meer. Ik heb wel mijn bed verschoond, maar dat kostte me ook zoveel moeite en energie. Toen ging Tagertje nog eventjes, die heeft nog eventjes schoon mijn sjaal ondergeplast. Ja, die is krols, dan ging ze altijd heel veel overal te plassen om die geur af te geven. Nou, die ga ik zo even in de wasmachine doen samen met mijn gordijnen, want die had ze dus ook ondergeplast. Ik hoop wel dat dat pilletje straks gaat werken, want ik kan niet meer. Gewoon eigenlijk gewoon een rondnacht gehad met dat gemiauw steeds.
steeds uit bed om haar weer te aaien en gerust te stellen van ga maar lekker slapen. Maar ja, dat doet ze dan niet. Dus dat was best wel pittig. En nou ja, goed, ik merk gewoon, ik ben gewoon eigenlijk te moe. Ik had ervoor moeten zorgen dat die slaapkamer klaar was geweest gisteren. Maar ja, ik wist niet hoe ik het moest gaan redden. En dan zeg je weer heel doodleuk, oh, dan doe ik het zaterdag wel. Maar je merkt gewoon eigenlijk dat je te veel energie kost. Dus ik moet nu gewoon stoppen. Ik ga morgen wel verder het rest afmaken. Dat het in ieder geval weer schoon is. Ik ga nu in ieder geval eventjes wat drinken en lekker relaxen. Ik ga even kijken wat die... Hey! Eraf! Muis! Muis! Die is ook heel vervelend. Ik zal je nog even de kerstkaartjes laten zien. Deze heb ik erbij gekregen van mijn vader en zijn vriendin en van Nathalie. Dus dat is wel leuk. Die heb ik meteen ook opgehangen. Die laatste twee, die andere twee had ik dus al. Maar goed, ik merk gewoon, ik ben gewoon moe. En dus ik ga nu eventjes gewoon lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen en eten. Ik moet vanavond die Mask Singer kijken, want er wordt te veel gespoilerd. En anders weet ik straks echt al, ik weet wel al het personage wie eruit is. Dus ik moet het echt gaan kijken. Ik ga ook even Alles Kunnen Vips kijken. Kersteditie. Dan ga ik eventjes met mijn vlog aan de gang. Dan ga ik... Ik moet die blogpost nog even afmaken. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitkiezen. Dan ga ik verder met Dubbel Leven. Dan ga ik weer naar bed toe om te lezen en te slapen. Want... Ja, ik heb nu gewoon eventjes rust nodig. Ik ben nu te moe. Dus ik ben nu niet meer een van de gezelligste. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Dan is het vast allemaal een stuk beter. En dan hoop ik ook dat zij niet meer krols is. En dat het me allemaal iets makkelijker gemaakt wordt. Maar goed, voor nu moet ik het er even mee doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 24 december. Ik zit op de bank. Ik heb al één van mijn kersttruien aan. Ik heb er ook drie. Dus ik dacht, nou, dan kan ik op de dag voor kerst wel een kersttrui. Het is natuurlijk vanavond ook kerstavond. Dus nou ja, prima. Zoals je aan me hoort, gaat het eigenlijk niet beter. Ik voel me ook met de dag belabberder, lijkt het wel. Waar het eerst alleen dat hoesten was. En toen werd ik vandaag wakker als al veel meer benauwder. En ging helemaal nergens over. Mijn neus zit dicht. Dus het ging allemaal niet zo lekker. Ik voel me ook niet topfit, maar ik moet die slaapkamer zo meteen nog afmaken. Dat moet gewoon van mezelf. Ik vind het gewoon zo'n fijn idee als alles gedaan is. En ja, nou ja, goed. Zoals ik gisteren al zei, ik had het anders moeten plannen. Ik zat er gisteren gewoon even doorheen, want ik was gewoon moe en ik kon niet meer. En toen, ja, dan vind ik het heel lastig om dat los te laten. Maar goed, dat moet gewoon gebeuren soms. En ja, dat heb ik dan ook gewoon gedaan. Dus ik ga het zo meteen gewoon afmaken. Dan ga ik daarna eventjes de foto's maken. En dan verder hebben we gewoon een rustige zondag op zich wel. Ik heb gisteren geprobeerd om de nagellak eraf te halen. Want ik had dus glitters opgedaan. Maar moet ik even weken, want ik kreeg het er bijna niet af. Dus ik ga vanavond gewoon eventjes met een watje met aceton erop. En dan laat ik dat gewoon even liggen. Dan gaat het gewoon even weken met een aluminiumfolietje. En die stok zo eraf. En dan kunnen ze vanavond weer opnieuw gedaan worden. Nou, gisteravond heb ik naar de... Ik heb eerst eventjes tijdens het... Na het douchen heb ik de Mask Singer aangezet. Omdat ik gewoon bij wilde zijn. Dus die heb ik gezien. Ik was nog wel verbaasd wie erin zaten. Ik had echt geen idee, letterlijk. Maar ja, het zijn ook vaak wel hints waarvan je dingen moet weten. Ja, en dat, ik weet heel veel dingen ook niet. Toen heb ik daarna... Nou, na het eten even afgewassen. Toen ben ik de Alles Kunnen Vips gaan kijken. Met de kerst op zich wel leuk. Ja, ik hoopte eigenlijk heel erg dat Barry Stevens zou winnen. Ik vond het heel schattig dat hij meedeed. Weet je, zo'n 70-jarige volgens mij. Is hij 70? Zou hij al in de 80 zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, maakt ook niet uit. Maar in ieder geval iemand die al wat ouder is. En ik vond het eigenlijk wel schattig als hij zou winnen. Maar het was hem niet gegeven, helaas. Maar het was wel leuk om naar te kijken. Ja, ik wilde nog even Dreamlight Valley doen, maar daar ben ik eigenlijk gewoon niet aan toegekomen meer. Dus dat ga ik vanavond nog weer even lekker oppakken. Nou, toen heb ik de vlog in elkaar gezet voor het grootste gedeelte, zover het kon. En toen ben ik een nieuwe serie gaan kijken. Dat was seizoen 2 van... Moet ik heel eventjes kijken op de tv-gids-app, want ik weet het allemaal niet. Nee, niet de tv-gids-app. Ik zeg allemaal dingen die niet meer kloppen, jongens. Mijn hoofd zit zo vol dat het even niet weet. Ik pak eventjes die app erbij. Queen Christmas heet dat. En dat heb ik vorig jaar ook een keer gezien. Seizoen 1, nu hebben we seizoen 2. Ik had er eigenlijk eerder aan willen beginnen. Ik heb ook jeuk in mijn oor en tegelijkertijd pijn.
Maar ja, omdat ik toen al in die Dirty John-serie zat, wil ik dat ook gewoon graag uitkijken. Dus nou, daar ben ik nu aan begonnen. Toen heb ik eventjes Dubbel Leven gekeken. Toen heb ik nog heel even mijn boek gelezen. Ik was ook zo moe. Ik ben echt onwijs in slaap gevallen. Goed, ik ga de slaapkamer afmaken. Dan zal ik straks de foto's laten zien. En dan ben ik straks ook lekker klaar. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, slaapkamertje is klaar. Dus nu heb ik fotospullen gepakt. Ik heb hier de Poreless Partner Primer Mattifying en Blurring Effect met niacinamide van Essence. Dan heb ik hier een fixing spray van Max & More. Dat schijnt dus een dupe te zijn van die van MAC. Nou heb ik die zelf nooit gebruikt, maar ik hoor er altijd goede verhalen over. En de Oud & Nieuw collectie. En hier ga ik dus ook nog een video over maken. Dit is de About Tonight collectie met dit highlight paletten, sorry. Dan hebben we vier kleuren met oogschaduw. Die zijn dus liquid. Ik heb dus hier een paars kleurtje. Een beetje zilverachtige. Dit is een groene. En we hebben een gouden kleur. En de twee lipsticks in blauw en paarse kleuren. Dus hier ga ik hier even foto's van maken. Ik zal even stofzuiger wegzetten. En dan is dat ook weer klaar. Ik heb ook de lampjes al een beetje aan, want het is echt zo donker. Het is echt helemaal aan het regenen. Het is echt een donker dagje. Maar dit ga ik nu even doen. Zo, ik heb de rollade net aangebracht. Normaal zet ik hem altijd om 4 uur al op, maar ik was nu het vergeten. Dus ik dacht er gelijk aan. Ik dacht, oh, hij moet nu op. Dus ik heb hem nu opstaan. En dan zet ik hem straks nog iets harder. Maar de pit staat gewoon zachtjes aan. Nu kan hij gewoon lekker garen. Maar hij is in ieder geval bruin gebakken. Dit lijkt heel licht, maar het is echt bruiner dan op camera overkomt. Tijd voor vakje 24, de laatste. Het is gewoon gek dat het echt nu alweer bijna gewoon morgen kerst is. Dit is ook het grootste vakje met de sleutel hier. Dus ik ga hem openmaken. Ik vond het wel weer heel erg leuk om de adventskalender uit te pakken. Ik vind het gewoon altijd een soort van feestje, zeg maar. Ah, kijk. Leuk, een oogschaduwpalette zit erin. Met de naam 522 Verwytale. Maar een heel leuk paletje. Dus eigenlijk het pronkstuk is een beetje voor het laatst. Superleuk. Zo, ik ben klaar. Volgens mij sta ik nog een beetje ingezoomd. Of zoom ik nou in? Ik heb het allemaal gewoon uiteindelijk gered. Dus niks aan de hand. Ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Ik vond het wel lekker dat ik gisteravond al in een schoon bed stapte. Maar het is verder gewoon allemaal wel goed gekomen. Maar ik maak me soms denk ik gewoon drukker dan dat nodig is. En maar ja, dat komt omdat je dan niet zo lekker voelt. Ik moest ook al heel vroeg lampjes aan doen. Want het is echt super donker. Nu staat de grote lamp aan. Ik zie dat daar het lampje nog niet brandt. Die moet ik nog even aanzetten. En ik zag dan ook zeg maar bij mensen hier al. Waarvan ik dan een beetje bij de huizen zo kan kijken. Dat ik denk, oh, iedereen heeft ook lamp aan. Ja, het is ook eigenlijk hartstikke donker. Maar goed, het is allemaal wel gelukt uiteindelijk. Dus ik ben wel blij. Ik vind het wel jammer dat ik mijn laatste vakje had van mijn adventskalender. Maar ik vond het een superleuk dingetje weer wat erin zat. Ik vond het echt een leuke kalender weer. De variatie is misschien niet heel bijzonder. Want meestal zit er elk jaar wel dit soort producten in. Maar ik vond het wel weer superleuk in ieder geval om hem uitgepakt te hebben. Hebben jullie eigenlijk een adventskalender gehad? En zijn jullie dan mensen die kunnen wachten? Of willen jullie gewoon elke dag al echt het vakje openmaken? Nou ja, ik kan wel echt goed wachten wat dat betreft. Ik ga zo even wat drinken en dan ga ik eventjes lekker op de bank, want ik voel me best wel naar. Ik was wel de rollade aan het braden. Ja, dat was dus een dingetje, die zet ik normaal om 4 uur op en dat was ik nu helemaal vergeten. Gelukkig kwam ik er net achter, dus heb ik hem gauw opgezet. Maar ik ben hem aan het braden en ik kreeg er wel trek in, dus dat is gelukkig wel zo. Ik heb wel trek. Maar gewoon dat hoofd en zo, dat wil allemaal niet. Dus ik ga even een aspirine nemen, ik ga even wat water naar binnen doen en dan ga ik eventjes lekker op de bank, eventjes lekker uitrusten. Vanavond kijk ik de Meilandjes, de kerstspecial. Ik kijk eigenlijk nooit meer naar All You Need Is Love, vroeger wel, maar sinds ik alleen ben vind ik daar eigenlijk helemaal niks meer aan. Het wordt je zo door je keel gedrukt dat je al met elkaar moet zijn met kerst. Terwijl er zijn zat mensen die het gewoon alleen vieren en die het ook prima vinden. Maar net of dat als je alleen kerst viert dat je dan zielig bent. Nou, dat vind ik niet. Ik bedoel, dat kan gewoon prima. Kijk, als je er echt zelf heel moeite mee hebt, dat je onbewust alleen bent, dan vind ik dan kan het wel sneu zijn als iemand er heel veel last van heeft. Maar, nou ja, goed, ik heb dat zelf niet echt. Dus dat ga ik niet kijken. Ik ga in ieder geval, volgens mij heb je wel première van Sofana. Misschien dat ik die wel even opneem. Moet ik even kijken.
En daarna ga ik de muziekquiz kijken. Ik wil dus nog even verder met mijn spelletje. Ik ga straks in ieder geval ook eventjes lekker douchen. En dan gewoon lekker kerstavond. Niet heel bijzonder, maar gewoon. Ik ga even de foto's bewerken. Dan ga ik Netflix serie kijken. En dan ga ik de poli kijken. Laatste twee afleveringen. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan ben ik misschien wel weer snel in slaap omdat ik moe ben. Goed, ik ga voor nu in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga nu eventjes lekker in de rustmodus. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 25 december, oftewel eerste kerstdag. Ik heb me wel klaargemaakt, maar het is niet zo kerstachtig als wat ik normaal zou doen. Want ook al ben ik met kerst alleen, zou ik me normaal wel heel kerstachtig ook opmaken en zo. Maar de fut is er niet voor. Ik ben zo verkouden, ik voel me zo niet fit. Dat ik er wel wat van geprobeerd te maken, maar dat het me eigenlijk ook niet zo heel veel kan schelen, als ik heel eerlijk ben. Ik heb wel kerstoorbellen in. Ik heb deze in en een sneeuwmannetje. Maar ja, ik heb mijn... kijk, mijn clubjes in van mijn kerst. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Kijk, deze in. Ziet er wel leuk uit, maar verder zit ik gewoon ook in mijn kersttrui. Want nee, de fitheid is er niet. Maar goed, ik ga de muis even niet doen, alsjeblieft. Ik ga zometeen wel gewoon wat doen. Wat doen jullie eigenlijk vandaag op eerste kerstdag? Gaan jullie naar familie of vrienden? Of ja, de meeste de mensen denk ik wel. Want als ik zo om me heen naar buiten kijk, zie ik wel dat heel veel mensen denk ik van huis zijn. Maar ja, dat is prima. Ik ga vanavond wel gewoon fondue. Het eten smaakt gelukkig nog wel. Ik heb gisteren die roulade gegeten. Die was echt zo lekker. Dus dat is wel heel fijn. Maar ja, dus dat was eigenlijk prima. Daarna heb ik Chateau Meiland gekeken. De kerstspecial was ook wel leuk. Kom eens muis. Dus dat was ook prima. Daarna nog even de kerstquiz. Dat was ook wel leuk. En wacht even. Ik moet even wat doen met muis. Zo, muis heeft weer een schoon oogje. Want ze had een beetje een vies oogje. Dus dat vond ik niet zo'n goed idee. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Ze zijn rood. En daar heb ik dus die glittertoppen maar overheen aangedaan van Essence. En dit is ook een wat ouder lakje al van Essence uit de Little Christmas Factory lijn. En dit is de kleur 03 Santa Baby. Maar ja, net wat ik zeg, ik vind het wel jammer dat ik mezelf gewoon niet, dat ik niet echt de fut voel om mezelf iets heel feestelijks en kerstachtigs van te maken qua make-up. Maar ja, goed. Het is wat het is. Ik heb gisteren wel mijn foto's bewerkt. Dat is allemaal wel gelukt. Ik heb nog een paar nieuwe boeken binnengehaald. Dat was ook wel fijn. Nou, toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna heb ik de laatste twee afleveringen van de poli gekeken. En dat was nu ook wel grappig, want de laatste aflevering was ook met kerst. Dus dan is het ook wel leuk als je dat op dat moment kijkt. Dus ja, dat was het eigenlijk ook. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen. En toen ben ik ook wel in slaap gevallen, maar ik heb niet echt heel vast geslapen. Dat was elke keer mijn tussenpoos. Dan werd ik weer een keer wakker, moest ik naar de wc. Nou, en dan ging mijn bed erin, ik was zo weer vertrokken. Dan werd je weer wakker van een loopneus. Meldingen op mijn telefoon die ik hoorde. Nou ja, goed, maakt ook allemaal niet uit. Maar ja, als je dan zo verkouden bent, dan slaap je natuurlijk ook gewoon al minder. Ik ga zometeen wel gewoon eventjes schoon mijn klusjes doen, want het is gewoon maandag en de poetsklusjes moeten gewoon gedaan worden. Mijn katten moeten gewoon een schone bak en zo. Daar ga ik jullie verder niet mee meenemen, maar ik neem jullie dan gewoon mee met het fondue, zeg maar, wat ik ga doen. Dus een beetje de voorbereiding en zo, dus dat leek me dan wel gezellig. Dus dan ga ik nu gewoon eventjes een muziekje aanzetten en even hier wat dingen doen. Ik ga even gewoon naar de kliko om het grit weg te brengen. En dan ga ik ook snel weer naar binnen, want ik zit er niet zo op te wachten om naar buiten te moeten, maar dat gaat goed komen. Dus dat ga ik eventjes doen, dus ik neem jullie verder gewoon vandaag nog wel mee, maar ik ga eerst nu maar even de dingen voor mezelf doen die moeten gebeuren. Komen jullie hier? Kunnen jullie lekker een snoepje voor de kerst? Alsjeblieft. Oh, even zo zitten, anders kijkt iedereen, kijk jullie kijken ze alleen maar tegen jullie achterkantje aan, maar dat is niet zo vrolijk. Lekker extraatje voor kerst, hè? Wacht, je moet wel kauwen, Mickey. Want dat doe jij bijna nooit. Hier ligt hij. Kijk eens. Nog een stukje. We hebben er nog één, maar die moet ik natuurlijk weer openmaken. Ja, je moet heel even wachten. Oh, hij komt.
Volgens mij gaat hij. Wat een vervelende opening is dat toch altijd. Wie heeft de sushizak het bedacht hebben, vrienden? Het is niet echt vriendelijk. Ik moet even knippen. Want anders krijg ik hem niet open. Hij is open. Kom maar. Even wachten. Tot iedereen op heeft. Zo. Nou, mijn horloge staat niet aan. Zo te zien. Nou, eerst jullie snoepje geven. Dat komt zo wel. Oh, hij is weer bijna leeg. Kijk eens. Nou, dat was het. Ja, moet je even aflikken. Fijne kerst, vriendjes. Nog even twee cadeautjes inpakken voor mijn vader en zijn vriendin. Dus ik heb voor mijn vader deze kleur gedaan. En voor zijn vriendin om deze. Doet er even een koffiepetje in. Het is niet heel bijzonder, maar ja, ik vond het een beetje lastig. Het was al stress met kerstcadeaus. Ik denk, dat doe ik dit. Dus dat ga ik nu nog eventjes inpakken, want morgen ga ik het geven. Ik had voor mezelf ook kerstcadeautjes gekocht. Ik heb ook nog wat gekregen. Dat ligt nog ingepakt onder de boom. Maar ja, die van mij lagen gewoon in doosjes. Want ik ga het natuurlijk niet voor mezelf inpakken. Maar ik heb twee cadeautjes besteld. En het leek me wel leuk om deze alvast open te maken. We waren net ook even aan het overleggen. Van joh, wanneer pak je het uit? Ik zeg ja, ik denk toch morgen. Vind ik dan toch wel leuk. Even kijken of dit een beetje... Oh, wil. Ik denk natuurlijk alweer helemaal verkeerd. En hier zit in namelijk een grip een voor de switch. Dit is zo'n ergonomische grip. Je kunt je switch hier opzetten en dan kun je hem zeg maar net iets beter vasthouden. Even kijken of ik hem eruit krijg zonder dat ik mijn hele nagels schuif. Kijk, het is gewoon zo'n grip. Er zit ook nog iets bij. Dat moet ik even kijken. Hier kun je die switch dan in doen en dan heb je iets betere houvast, omdat ik vaak handheld speel. En deze is zowel voor, je kunt hem uitschuiven. Dus je kunt hem voor de gewone, deze is voor de gewone switch, de OLED, maar ook voor de light. Maar je kunt hem dus uitschuiven. Dus het leek me gewoon heel handig, omdat ik best wel vaak kramp krijg. Dus dat is mijn eerste cadeautje. Alles van de schoonmaak is nu klaar. Dus ik ga de camera even opladen. Ga ik zelf eventjes relaxen. Want ik moet weer eventjes wat rust nemen. En dan neem ik jullie straks mee als ik ga fondueën. Dus dat is dan nog wel eventjes leuk. Ik heb bewust nu niet zoveel gefilmd. Maar dat doe ik dan strakjes nog eventjes. Dus ik ga nu even de camera opladen en eventjes zelf even relaxen. Want ik moet gewoon nu even rust nemen. Want dat kost allemaal gewoon wat meer energie. Maar in ieder geval de klusjes die ik wilde doen, die zijn weer klaar. Dus dat is wel heel fijn. Zo, ik ben klaar om te eten. Ik moet eventjes nog een watertje erbij en dan ja, kan ik lekker gaan eten. Dus ja, lekker. Ik heb ook wel trek. Dus ja, helemaal goed zo.
het kerstdiner is op. Ik heb het wel heel lekker gegeten, maar ik ben het wel heel zat. Dus ik was wel blij dat het op was. Ik heb tussen even mijn koekje erbij, want die wordt hier opgegeten. Ik zit hem even hier. In mijn sipi-pyjama lekker. Ik zit lekker de Winter vol Liefde te kijken. Ik ga even een kopje koffie nemen en mijn kransje. En ik moet nog eventjes de afwas verder afdrogen. Ik moet even mijn haar in de krul doen en dan ben ik er klaar mee. Dan ga ik straks nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Of mijn Netflix serie kijken. En nog eventjes zie je zij. En dan ga ik lekker naar bed. En dan ga ik nog even lezen. Dan denk ik dat ik zo weg ben, want ik ben zo moe. Ik heb ook heel erg last van hoofdpijn. Mijn neus is helemaal rood. Ik heb wel even lekker gestoomd tijdens het douchen. Maar nou ja, goed. Het was verder allemaal wel... Ja, ik ben wel lekker gegeten en zo. Maar ik voelde me eigenlijk er niet fit genoeg voor. Maar ja, dan heb je het in huis. Dan wil je het toch wel doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Eventjes gewoon lekker in de relax-modus. Want ik ben zo gaar van het snotteren, hoesten en alles. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 26 december. Ik heb een tapje trui aan, jongens. Kijk, hij is zo leuk. Ik heb hem van vorig jaar. En ja, ik ben er heel blij mee. Dus heb ik aangetrokken. Ik ga me even klaarmaken, want mijn vader en zijn vriendin komen straks. En ja, we gaan nog even een beetje kerst vieren. Wel leuk dat ik toch wat familie zie. Ik heb gisteravond eigenlijk even een spelletje gedaan. Ik heb een klein stukje van Home Alone gezien. Maar ik heb de film wel heel vaak gezien en ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik kijk heel weinig kerstfilms, omdat ik vind het toch niet zo leuk omdat ik alleen ben. Het maakt verder helemaal niks uit. Dat is gewoon ieder voor zich. En ja, er zijn ook zat mensen die... Maar die hebben ook heel veel met kerst. En ik heb nooit zo heel veel met de kerst. Ik ben niet zo'n kerstfanaat. Maar ja, prima. Ik heb gisteren... Ik zit er nu ineens. Ik denk dat ik niet eens mijn kerstkopje heb gebruikt. Ik heb ook altijd een kerstmokje en daar doe ik dan normaal mijn koffie in, maar dat heb ik nog niet meer gedaan. Ik heb de video in elkaar gezet en de blogpost geschreven. Ging allemaal wel prima. Toen heb ik mijn serie gekeken op Netflix. En nog even zie je zij. Toen ben ik nog een stukje van mijn boek gaan lezen, maar ik merkte toch wel dat ik erg moe was. Komt ook nu vooral denk ik ook wel door dat ik me niet fit voel. Ik moet zeggen, het gaat vandaag iets beter. Klopt het even af. Ik heb het idee dat mijn neus minder vol zit. En dat was toch wel afgelopen dagen echt wel het probleem. Hoesten doe ik nog wel steeds hoor, maar goed, maakt niet uit. Dus ik heb wel het gevoel dat het allemaal iets de beterende kant op gaat. Gelukkig, want ik voelde me zo ellendig. Ik heb ook echt geslapen als een roosje, want ik was echt gewoon heel erg moe en ook niet wakker geweest tussendoor. Ik werd gewoon wakker van de wekker, dus dat is wel goed. Ik had wel een ibuprofenetje genomen. Ik merkte ook, ik had nu een wat zwaardere. Ik had er nu eentje van 400 milligram en bij de Lidl hebben ze alleen maar 200 milligram. Dus dan zou je er twee tegelijk moeten nemen, maar je hebt er ook een stuk minder. Dus vandaar dat... Ik toen even een voorraadje heb gehaald. Ik weet niet of ik vandaag nog echt iets kan vloggen. Sowieso, ik mag nog cadeautjes uitpakken, dus dat ga ik wel vloggen. Maar verder weet ik het niet echt, dus ik ga het wel zien. Het komt ook wel goed. Ik ga mezelf eventjes helemaal klaarmaken. Dan ga ik straks even de stofzuiger er nog doorheen trekken. En dan... zullen hun er straks zijn, dus ik zie jullie later. Goed hoor. Mooi van peentje eraan. Ja, maar dat was ook allemaal in de korting bij de Zeeman. Ik heb allemaal al korting vanaf. Leuk. Ja.
Wat is dat? Oh, zie! Leuk! Er zit nog wat in. Ja, er zit ook een koffie. Ja, er zit een koffie. Hé, goed. En toevallig. Dankjewel. Deze kleuren hebben we ook nog. Ja. Zo, we zijn inmiddels al een tijdje verder. Ik heb vanmiddag niet heel veel gevlogd. Ik heb even laten zien dat ze de cadeautjes uitpakte. We zijn heel even bij het waterwezen kijken. Want er staat op sommige plekken in Nederland staat het water dus heel erg hoog. Daar waren ze dan met zandzakken bezig. Dus daar zijn we heel even wezen kijken. En verder zijn we hier gewoon geweest. Dus dat is wel heel gezellig. Maar ik heb nog cadeautjes open te maken. Dus ik denk dat ik nu eerst even dat pakketje ga openmaken van mezelf. En dan pak ik straks nog even de cadeautjes uit van... die ik nog heb gekregen. Dus die zal ik zo even op statief zetten. En zullen we die even uitpakken. Ik zit ondertussen nu eventjes de BNB vol liefde, de winter vol liefde te kijken. Dus dat, ja, dat ga ik. Ik zal eventjes het statiefje pakken. Ja, een doosje zoals je kunt zien. En hier zit een setje in. Van Eco Tools. En dit is voor je foundation. Daar kun je foundation mee aanbrengen. Maar er zit dus ook een bakje bij om mee te mixen. Dat vond ik wel een handig cadeautje voor mezelf. Ik merk nu wel gewoon, zeg maar, dat ik regelmatig... ja, als mijn kwasten dan vies worden, heb ik eigenlijk niet echt meer een goede foundation kwast. Ja, ik heb er eentje nog. Maar ja, soms kom je gewoon net tekort. En helemaal als het wel eens voorkomt dat ik niet op zaterdag de kwasten kan wassen omdat ik iets anders heb, dan is het soms op zondag nog niet helemaal droog. Dus nu heb ik deze erbij. Die had ik voor mezelf gekocht en dan gaan we straks nog even de andere cadeautje uitpakken. Zo, de cadeautjes zijn uitgepakt. Ik heb deze doucheschuim gekregen van Rituals. Dit is een Hydra Boost Complex. Dus zo'n foaming schuim, weet je wel, zo'n schuim. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem al eventjes dop eraf gehaald en hij ruikt heel lekker. En ik kon nog wel ruiken, maar het is wel grappig. Mijn moeder had het er laatst over dat ze nog Rituals had staan. Ze zei, nou, ik heb dat echt nog nooit gehad, Rituals. En nu heb ik hem dus voor kerst gekregen, dus super lekker. En ook nog dit hele leuke kleed met konijntjes erop. Kijk, animal blanket. Dus superleuk, dus ik ben goed verwend. Nou, ik ga even het laatste stukje van de wintervol liefde kijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. En dan ga ik foto's bewerken. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En nog even zie je zij. Dan ga ik mijn boek uitlezen. En dan denk ik dat ik wel weer snel slapen. Ik ben steeds wel moe, hoor. Je toch half een beetje grieperig voelt. Maar ik heb net even koorts gemeten, maar ik heb geen koorts. Ik had zo'n gevoel dat koorts had. Ik heb het zo warm. Maar dat was niet zo. En dan heb ik ook nog wel een hele leuke tweede kerstdag gehad. En dan is kerst 2023 eigenlijk al wat weer bijna voorbij. Ja, nog 2 uurtjes en is het weer voorbij. En dat is ook prima, weet je. Dan hebben we alleen nog het oude en nieuw. En dan is het gewoon weer een nieuw jaar. En is het ook prima. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het roertje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!